Ik ben nu al heel vroeg op weg. Eigenlijk is het helemaal niet zo vroeg, maar voor een vakantie is het best vroeg. Ik geloof dat het iets van 12:30 is en we zijn nu bij een of ander dorpje aangekomen. En dit is een dorpje en het zit helemaal zo mooi op een berg. En we gaan dus straks nog in het dorp, maar nu zijn we zeg maar naast het dorp. Kijk deze mooie Franse parkeerschils. Deze Jag iets voorzichtiger is met parkeren. Rietjes en cola gaan niet echt goed samen, kijk. Helemaal fout. Wie wil er een lekker worstje? Ziet er zo lekker uit. 20 tie wraps voor 1,60, serieus. Vandaag ga ik ik weet niet precies, maar ik ga het proberen uit te leggen. Vandaag ga ik met de auto naar een van mijn gebied en dat heette Camargo of zo. En daar hebben ze flamingo's. Daarna gaan we naar het strand door, want dat is zeg maar zo zuidelijk, hier is de camping zeg maar. En dan is daar de Camargo met de flamingo's en dan is daar het strand. Dus we gaan een soort ritje maken op deze manier. Het is een moeras en dat is de Camargo moeras, dat is hier allemaal zo een beetje. En ik had gehoopt dat ik hier flamingo's zou zien, maar helaas zijn hier geen flamingo's. Eigenlijk had ik ook niet echt verwacht dat hier een random flamingo zou zijn ofzo. Wacht, een paard. Ja, paard. Oh mijn god, een paard. Ik hoor ze. Wow. Voor het eerst dat er echt actie is in deze vlog. Oh mijn god. Paard achter het riet. Zwemmen hier. Ik heb eindelijk mijn flamingo's gevonden. We zijn gewoon nu op de terugweg van het strand en dan moeten we weer door hetzelfde gebied waar we langs de paarden en stieren en zo, ik bedoel Lamborghinis, moeten. En nu zie ik hier het is hier totaal niet te zien, maar dit zijn de flamingo's en als ik zo inzoom dan ziet het er echt slecht uit. Maar geloof me, dit zijn flamingo's en ze zien heel lief en roze uit. We hebben ook nog een wild paard gevonden en als je goed kijkt dan heeft hij ook een veulentje. Een veulentje, dat is een babypaard en mijn moeder en zusje zijn helemaal gek van paarden. En die hebben ook een eigen paard en zo, dus die zijn nu heel blij. En ik denk, oh, het is, zo'n ding toch, die zie je toch op een Ferrari logo. Ja, dat is deze. Goed gezien, jongens. Daar is dus onze tent en hier ligt ons afval. Hier ligt een of ander ding van kip of kalkoen of zo wat we laatst hadden gegeten. Ik weet niet wat het was. En daar is mijn icy fles en ik geloof dat er nog meer afval ligt. Dat komt omdat het heel erg hard waait. En vanochtend zijn we naar het meer gegaan die we al eerder hebben gezien met die kreeft. Daar hebben we wat gezwommen en nu zijn we alweer terug. Het is nu al wel iets van 4 uur of zo. Dus jullie hebben de hele dag niet gezien, maar dat was het eigenlijk. We hebben net in het zwembad gezwommen nadat we in het meer hebben gezwommen. Dat heb ik ook weer niet laten zien. Ik ben weer verschrikkelijk slecht. En nu moeten we met de auto zo helemaal naar beneden. En dat is heel veel werk om alleen maar boodschappen te doen. Ik ben hier nu in een stadje dat heet Arlo of zo. En ik ben hier op een markt, die zie je achter me. En we zijn hier al best wel vroeg naartoe gegaan, zodat we vanmiddag misschien nog even naar het zwembad kunnen. En hier in Arles gaan we een beetje de stad bekijken en de markt bekijken. In Frankrijk is het heel normaal om rond een uur of twee of één of twee, om dan te gaan lunchen. Dus ik heb nu een hele uitgebreide lunch met friet en carpaccio, want dat vind ik ook heel lekker. We zijn nu bij dat meer waar we ook die ene krab of kreeft, wat het ook is, hebben gezien. En daar zijn we nu wezen zwemmen. En zoals je ziet, ziet het meer er heel mooi uit. En zo nu en dan komt er ook even zo'n stunt skier voorbij, want je ziet hier een lijn. We hebben zo'n boot en een luchtbed en een band. Daar zie je
zo'n mannetje gaan over dat ding met die schansen en zo. Hij neemt deze schansen niet, want dit is nog maar een beginner, geloof ik. Want iedereen kan dit doen. En hij kan al wel zo'n bochtje maken, want dat is best moeilijk. Maar het gaat dus zo, hij zit aan een kabel vast en die trekt hem mee. En daardoor beweegt hij vooruit en daardoor blijft hij ook op het water staan. Of niet, zoals nu. We zijn nu in een stad aangekomen en dat heet Avignon. Ja, dat is mijn prachtige Franse accent. En net stonden we voor een stoplicht en toen was er een man en die ging gewoon heel asociaal de ruiten wissen, zeg maar. Gewoon met spul en zo. En daarna vroeg hij om geld en toen liet hij het geld vallen. Het viel in de auto en toen kon hij er niet meer bij. En toen was hij heel boos omdat het geld lag onder in de auto. En toen zag hij ergens een muntje voor karretjes in het dashboard zitten. En die moest hij ook per se hebben. Dus dat was een beetje asociaal, maar het is een hele grote stad. Dus dat heb je hier gewoon. En we gaan nu gewoon even de stad bekijken. Neem nu deze slush, dat is Mante of Mint of hoe je het ook wil noemen, maar deze slush die is echt Mint. Waarom zou je wit wc-papier nemen als je gewoon kleurtjes hebt? We zijn nu een mooie barbecue aan het voorbereiden, want we hebben nu spiesjes. En jullie mogen raden in de reactie welke van mij is. Ik noem deze hier, mijn vingers komt heel vreemd uit. Dit is 1, dit is 2, dit is 3 en dit is 4. Dus laat in de reacties achter welke je denkt die van mij is. Je weet dat het goed zit als de mieren weer met de kruimels lopen. De mieren die ruimen de tafel gewoon gratis voor ons op. Die kruimel die is gewoon bijna, laat ik zeggen, 8 keer zo groot als hij zelf. En waarschijnlijk ook 8 keer zo zwaar. Hij tilt het gewoon mee, 10.000 kilometer naar zijn nest. Het is de laatste dag dat ik hier ben op deze camping. En dat is dus ook meteen de laatste dag van de vakantie. Vandaag gaan we een beetje opruimen in de tent en zo. En gaan we ook naar het zwembad die daar is. Want nee, wat doet dat? En omdat het de laatste dag is, is het ook een beetje een dag waar je me niks doet, zoals je dus nu weet. En morgenochtend gaan we vroeg weg, gaan we de tent afbreken en zo. En dan hebben we een lange reisdag die ik ook wel een beetje voor jullie ga filmen. Het enige. Ik kan allemaal bubbels in mijn gezicht. Ik heb mijn lens nog in, dus dat doe ik niet door. Vanochtend zijn we vroeg opgestaan om de tent en alles af te breken. En ik mag niet zo met mijn hand doen, want dan doet mijn zusje hem zo naar beneden, want dat mag dus blijkbaar niet. Maar oké, ik doe het gewoon hier buiten beeld, want dat doe ik altijd. Maar dat juist niet zo. Wat gaan we doen? Oké. Hou op. Oké, ik knip het er misschien uit. Ja, maar je moet het gewoon niet doen. Oké. Hebben we de tent afgebroken en zijn met de auto van de camping afgereden en zo, weet je wel, op de weg. En nu rijden we ook op de weg. Ik doe niks! Ja, je lacht me uit, ik zie het gewoon. Dus we zijn nu op de weg, want de weg is van weg gemaakt. En we rijden naar het noorden. Nee, dat zijn er niet in. Dus de weg is van weg gemaakt. Oké. Maar, dus we rijden weer naar huis. We hebben nog geen tussenstop gehad, want dat doen we nog wel, want dat doen we altijd. We zijn hier bij deze stop gestopt om even wat te drinken. We hadden een soort chocolade brownie met cola en het was allemaal erg lekker. En nu gaan we weer hard verder zodat we mooi op tijd in Nederland zijn. Nu zijn we inmiddels al in België en we zijn hier bij de McDonald's en het is erg lekker. We gaan straks weer verder.